Bij elk bibliotheekbezoek kreeg ik 100 vragen van juf, help je mij kiezen alstublieft. Er zijn heel veel boeken in de bibliotheek, maar welk boek neem ik er nu juist uit en vooral wat zijn de leuke boeken? Een oplossing voor dat kleine probleempje zou zijn, laat ons eens speeddaten met boeken. Iedereen kiest zijn favoriete boek en stelt dat voor aan de persoon die tegenover hem zit. En zo wordt er dan na 2 minuutjes doorgeschoven, zoals bij het echte speeddaten. Op het einde hebben ze dan 3 favoriete boeken genoteerd en het is de bedoeling dat ze 1 van die boeken tenminste kunnen uitlezen. Kinderen vinden het altijd leuker om boeken van elkaar te krijgen dan bijvoorbeeld van de juf. Want je bent een leeftijdsgenoot, je zit meer in mijn interesseveld en dat is veel leuker. Het geeft enorm veel voldoening aan de kinderen, omdat ze 1 hun eigen boek kunnen voorstellen, zijn daar heel trots op. En 2, ze krijgen een boek in handen waarvan ze bijna zeker van zijn dat ze het gaan leuk vinden.